Goedendag. Op 12 september vieren wij in het bisdom Mechelen het feest van de heilige Guido. Dit is een heel speciale heilige in onze lage landen, een heilige boeren en pelgrim. Zijn leven heb ik gehaald uit het oud boekje, het korte begrip van het leven en de mirakelen van de heilige Guido, belijder, door Johannes Schoris uitgegeven bij het 750ste jubeljaar van zijn sterfdag in 1762. Dan heb ik ook gebruikt een werkje van de stadspfarrer van Arnsberg, Georg Ott. Dat is verschenen in het jaar 1862. En dit is een eerder geromantiseerde versie. Dan heb ik gebruikt een samenvatting uit deze bundel Met de Heiligen het jaar rond. En dan heb ik een kritische versie van zijn leven gebruikt, die te vinden is op internet, op de internetwebsite van het Stadsarchief Brussel. En daar staat een werkje op van Collegiale Begijnhof en Erasmushuis in Anderlecht. En daarin wordt ook het leven van Guido op een kritische wijze belicht. En tenslotte is er een botonderzoek geweest. De botten van Sint Guido in Anderlecht zijn onderzocht in 2012 bij het 1000-jarig jubileum van zijn sterfdag. En de conclusie zult u aan het einde horen. Op een morgen ziet de pastoor van het dorp Laken bij Brussel een jonge knaap voor het altaar van Onze Lieve Vrouw knielen en heel aandachtig bidden. De pastoor ziet zijn onschuld en het geloof wat van deze knaap afstraalt en hij wordt geroerd. Als de knaap weg wil gaan, wenkt hij hem tot zich en vraagt hem of hij koster wil worden. Guido, of gewijde, want dit is de naam van de knaap, wordt geboren in een dorp dichtbij Brussel. Zijn arme ouders voeden hem op in de vreze des Heren. Vaak hoort hij uit hun mond de woorden van Tobias: wij zijn rijk genoeg als wij de Heer vrezen en de zonde mijden. Hij volgt hun voorbeeld en werkt in loondienst op de akkers. Elke dag krijgt hij van zijn baas een stuk brood voor de paarden die de ploeg trekken. Eens, als hij zijn ouders ook een stuk van dit brood brengt, komt zijn baas en als hij de ploeg ziet, ziet hij een engel die het ploegwerk afmaakt. Als Guido terugkeert en zijn baas ziet, stopt hij vlug een dikke klomp aarde in zijn mantel, alsof het het brood voor het paard is. Zijn baas vraagt waar het brood is en als Guido zijn mantel opent, is deze klomp aarde een brood geworden. Hoort Guido armen klagen, dan maant hij hen tot geduld, opdat zij de schat die zij in handen hebben niet zouden verliezen. Want Jezus heeft de armen van geest, dat zijn diegenen die tevreden zijn met het weinige wat ze hebben, de zaligheid beloofd en hij helpt hen met alles wat hij heeft.
Als Guido 14 jaar oud is, verliest hij zijn ouders en rond deze tijd vindt de pastoor van Laken hem bidden in zijn kerk. Guido verheugt zich zeer als hij de vraag van de pastoor of hij koster wil zijn, hoort. Nu kan hij Jezus in het sacrament dienen. Hij gaat terug naar de boer waar hij gewerkt heeft en zet zijn staf in de grond. Deze staf wordt groen en er groeit later een eikenboom uit. In Laken houdt hij de kerk schoon en versiert hem. Hij poetst zo dat alles blinkt. Ook ziet men hem vaak op de knieën voor het Allerheiligste. Zijn grootste deugd is echter wel zijn liefde voor de armen. Alles wat hij verdient, verdeelt hij onder hen. Guido bezoekt en verzorgt ook de zieken. Deze liefde voor de armen en zieken brengt hem tot een ondoordachte daad. Op een dag komt een koopman uit Brussel en deze stelt hem voor om hem te helpen bij zijn koophandel. En dan, zo zegt hij, kan hij met de opbrengst de armen helpen. Guido gaat erop in. De koopman zendt een schip en Guido gaat ermee over de Zenne naar Brussel. Maar onderweg blijft het schip op een zandbank steken. Guido probeert met zijn stok het schip van de zandbank af te duwen. Maar zijn hand blijft aan de stok vastzitten. Is het gewond? In ieder geval kan hij deze hand lange tijd niet gebruiken. Zo neemt hij afscheid van de koopman. Het berouwt hem dat hij zijn vertrouwen meer op wereldse zaken heeft gesteld dan op God. En omdat hij met zijn gewonde hand, die niet wil genezen, geen koster kan zijn, gaat hij als boete op bedevaart naar Rome, waar de graven van de apostelen zijn, en daarna gaat hij verder naar Jeruzalem. In Jeruzalem en het Heilig Land bezoekt Guido de heilige plaatsen. Dan keert hij terug, maar in die jaren dat hij op bedevaart is, zijn haren en baard gegroeid. Op de terugweg ontmoet hij deken van de Dulfus, die met een gezelschap uit Anderlecht ook op bedevaart is. Door de lange haren van Guido herkennen ze hem niet. Maar als hij in hun eigen taal hen te woord staat, herkennen ze hem. Dan vraagt deken van de Dulfus of Guido hen wil gidsen naar het Heilig Land. Guido neemt het aanbod aan en keert met hen terug naar Jeruzalem, waar hij hen de heilige plaatsen toont. Als zij terugkeren, wordt echter Wonnedulfus ziek. Wonnedulfus voelt dat hij sterven gaat en vraagt Guido om de gouden ring die hij bij zich draagt af te geven in Anderlecht. Wonnedulfus sterft een heilige dood en Guido keert terug naar Anderlecht. Als hij in Anderlecht komt, toont hij de ring aan de onderdeken en deze neemt hem daarop op in zijn huis. Guido is ondertussen ook door uitputting en door ziekte overmand. Guido sterft op 12 september in het jaar 1012 aan de rode loop of dysenterie. Bij zijn sterfbed daalt een duif neer in een helder licht en iedereen die in de sterfkamer erop afkomt, hoort een stem: dat onze beminde komen
om de kroon van de eeuwige vreugde te ontvangen, omdat hij het geloof behouden heeft. Na Guido's dood verloopt er geruime tijd. Enkele keren, als een beest uit de kudde tegen het graf ligt, sterft dit kort nadien. Bij de eenvoudige boeren gaat al de ronde dat het er niet pluis is. Maar pas als het paard van de heer van Anderlecht, Odulfus, tegen het graf van Guido stampt en daarop dol wordt en sterft, laat deze heer door twee boeren een haag om het graf plaatsen. De twee boeren spotten met dit omheinde graf en sterven evenzo. Eén in de nacht daarop en de andere man wordt dol, hij beleidt zijn bespotting en sterft de dag erna. Vanaf nu heeft de bevolking eerbied voor het graf. Ze worden gezegend en ze komen er ook bidden voor hun vee. Blinden, lammen en zieken worden genezen en er komt een bedevaart op gang. De Sint-Pieterskerk van Anderlecht krijgt kanunniken. In ieder geval zijn er sinds 1078 kanunniken eraan verbonden, want Reineldis, weduwe van Volcardus van Anderlecht, doet dan een schenking aan hen. Het graf van Guido wordt geopend. De botten worden gewassen in een bron en worden in een kist gelegd. Ook de bron blijkt geneeskrachtig te zijn geworden. In het jaar 1112 worden de reliquieën van Guido verheven door bisschop Odo van Kamerijk en onder het altaar van de Sint-Pieterskerk in Anderlecht geplaatst. Dit stond toen gelijk met een heiligverklaring. Ook de boom die uit de staf van Guido gegroeid is, wordt ijverig bezocht en gebruikt. Aan het begin van de 17e eeuw wordt deze eikenboom omgedaan, maar uit een van haar eikels is een nieuwe boom gaan groeien. Ten slotte is er niet zo lang geleden, in het jaar 2012, bij gelegenheid van het 1000-jarig jubileum van de sterfdag van de heilige Guido, een onderzoek gedaan. De koolstofmethode wijst op een ouderdom van iemand die tussen het jaar 950 en 1020 geleefd moet hebben. De botten zijn een deel van het skelet van een ongeveer 40-jarige man met ingedeukte ruggenwervels, dat wijst op iemand die zware arbeid verrichtte. Dit komt overeen met de vita van Sint Guido. Ieder jaar is er rond de feestdag van Sint Guido in Anderlecht een jaarmarkt met kermis en vindt er op zaterdag voor de zondag na 12 september een ruiterprocessie plaats. De heilige Guido is de patroon van boeren, veehandelaars, kooplui, vrachtvervoerders, kosters, klokkenluiders en pelgrims. Mogen deze bijzondere heilige uit onze lage landen, die als boerenknecht, koster en pelgrim ons een goed voorbeeld is in de dienst van God, en wiens reliquieën nog steeds in Anderlecht rusten, mogen hij voor ons een voorspreker zijn in de hemel. Heilige Guido van Anderlecht, bid voor ons.